Nordin Amrani is een Luikenaar van 33. Hij kwam van zijn jeugd meermaals in aanraking met het gerecht. In 1994, hij is dan 15, wordt hij veroordeeld wegens diefstal. Daarna volgen steeds ergere feiten zoals verkrachting. In 2008 veroordeelde de Correctionele Rechtbank van Luik hem tot 58 maanden cel. nadat bij hem tientallen wapens, honderden wapenonderdelen en bijna 3000 cannabisplanten waren gevonden. Hij ging de cel in, maar in oktober vorig jaar kwam Amrani voorwaardelijk vrij. Hij had toen zowat de helft van zijn straf uitgezeten. Hij werd regelmatig, maar natuurlijk niet continu gecontroleerd. De veroordeelde wapenfriek was gisteren opgeroepen om uitleg te geven over een nieuwe zaak, feiten. Mogelijk was hij bang om opnieuw naar de gevangenis te moeten. Amrani handelde in elk geval alleen en er zijn geen aanwijzingen voor een ideologisch geïnspireerde terreurdaad. Het parket heeft bevestigd dat Noordin Amrani zich na de gruwelijke feiten een kogel door het hoofd heeft geschoten. Gisteren werd niet uitgesloten dat hij werd gedood door een van zijn eigen granaten, maar uit de lijkschouwing blijkt dus dat Amrani zelfmoord pleegde.